Nou, welkom op het NCC, onze Cooper Vision Specialty Eye Care Stand. Ik ben hier met Claire Enthoven. En Claire Enthoven is optometrist, maar ook afgestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam in, ik moet even spieken, internationale volksgezondheid. Klopt. En recent in 2021 gepromoveerd aan de Erasmus Universiteit. En dus nou, nog proficiat, Claire. Dankjewel. Met deze promotie. Ja, en we gaan het hebben over myopie. En myopie, we hebben samen net een sessie gedaan op het NCC 2022 over de richtlijnen van de IMI. En je hebt wat meer verteld over pre-myopie. Heb je nog wat tips aan specialisten in de praktijk? Hoe ze dat misschien het makkelijkste kunnen ontdekken bij kinderen? Ja. Ja, er zijn een aantal factoren die vrij makkelijk te achterhalen zijn. En ik denk de belangrijkste is of de ouders myopie hebben. Eén van beide ouders. Okay. Kinderen van ouders met myopie hebben een veel hogere kans om zelf ook de myopie te ontwikkelen. En het is goed als we die kinderen eigenlijk eerder vangen. Dus al voordat ze myopie ontwikkelen. En dan kun je heel mooi kijken naar, is de hyperopie eigenlijk wat je zou verwachten op basis van de leeftijd? Of is dat misschien lager? Okay. En als dat lager is, dan weet je van nou, die zal heel waarschijnlijk myopie gaan ontwikkelen. Dus die moeten we in de gaten houden en al leefstijladvies geven natuurlijk. Dus je zou die kinderen dan wat frequenter willen zien in de praktijk om, ondanks dat ze nog licht hypermetroop of misschien bijna geen hypermetropie hebben, om ze dan met kortere periodes onder controle te houden in de praktijk. Ja, precies. Je zou ze alvast kunnen monitoren. En vooral toch echt leefstijladvies geven aan zowel de ouders als de kinderen. Ja. Als je dan gaat kijken naar myopie management, waar zouden specialisten in de praktijk bijvoorbeeld nog een samenwerking kunnen vinden? Zijn er andere, ook zorgprofessionals, maar misschien zelfs andere beroepen waar ze misschien contact mee kunnen zoeken? Om te kijken of ze die premiopen kunnen screenen. Bij wie zouden ze dan te raden kunnen gaan? Ja, ik zou, als het in een utopische wereld, een ideale wereld. Misschien wel, zou ik het ontzettend mooi vinden als er meer contact is tussen de jeugdgezondheidszorg en de oogzorg. Okay. Want de jeugdartsen die zien kinderen al op jonge leeftijd. Zij screenen vaak de visus al. En dat is nu voornamelijk gericht op amblyopie en schilzien. Ja. Terwijl myopie eigenlijk ook steeds meer op de agenda mag komen. En met alleen het screenen van de visus zou je ze alleen ontdekken als ze al myoop zijn. Ja. Maar eigenlijk zou je bij hen al willen achterhalen van nou, wie heeft er al een lange afsleet? Of wie is er al bijna myoop aan het worden? Wie is er pre-myoop? En ook een stukje wat je net vertelde, zijn één of beide ouders al myoop? Juist. Ja, dat zijn dingen die dan eigenlijk extra toegevoegde waarde moeten geven. In die pre-screening, bijvoorbeeld bij een consultatiebureau of bij een schoolarts. Ja, en dat past heel mooi in een al bestaande screening. Ja. Dus dat is goed. Als je dan verder kijkt, we hebben nu een aantal opties, interventies, zowel farmacologisch als optische interventie. Uiteraard, lifestyle is natuurlijk de eerste stap, hè? Dat is natuurlijk helemaal jouw straatje, om te beginnen met myopie management. Maar signaleer je al nieuwe trends? Hè? Heb je een idee of zijn er dingen die je zegt, ik hoop dat in de toekomst dit opties zijn die misschien wel bruikbaar zijn voor kinderen? Ik denk dat nu en ook in de toekomst meer gefocust kan worden op combinatietherapieën. Daar weten we nog heel weinig van. Dus bijvoorbeeld, hoe is het om zowel atropine te druppelen als orthokale lens te gebruiken? Of overdag zachte multifocale contactlenzen en 's avonds nog een druppeltje atropine. We weten echt niet van zijn die twee effecten, als je dat naast elkaar doet, is dat dan de som van? Is het misschien zelfs multiplicatief? Hè? Dat als je het allebei doet, dat het meer dan de som is? Yeah. Of is het eigenlijk gewoon hetzelfde als één van beide? Of misschien een kleine additionele waarde? Een kleine, juist. Ja, en ik denk dat er zijn volgens mij wat studies die nu lopen. Okay. Het zou heel mooi zijn als die bijvoorbeeld een volgende NCC daar wat meer uitslag over kunnen geven. Nou, dankjewel voor je tijd, een mooie afsluiting. En hopelijk tot een volgende NCC. Ja, graag gedaan, dankjewel. Dankjewel voor het kijken en blijf up-to-date. En hopelijk tot een volgende sessie over myopie management.